gemeenschappen aanbeelden, wat u later ook nog zal zien. Met zo goed als alle paarden die aan Franse zijde beschikbaar waren, heeft ertoe bijgedragen dat er nooit een wettelijke doorbraak is geweest langs de rechterflank van de geallieerde zijde. Deze onbezonnen manoeuvres van Ney werden een bijzonder kwalijk genomen door Napoleon, die als ervaren kanonier wist dat dit eerder een paardenslachting was dan een berekende aanval. Noch 2-3 Meter noch auf 45.